Een eerlijk klimaatbeleid is nodig. Het moet zelfs het thema van de verkiezingen worden. Van Groningen tot Maastricht slaan ze op 14 maart het klimaatalarm. En Culemborg doet mee. Met Philippe de Kok praat ik hierover. Welkom, Philippe. Hoi. We hebben een mooi filmpje gekregen wat ze ook landelijk draaien bij Milieudefensie. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Als ik zo oud ben als jij, hoe zou ik er dan uitzien? Lang, met je baardje. Nog steeds zo'n mooie kop met haar. Ja. Niet zoals ik. Ik hoop heel gelukkig. Wat is klimaatverandering? Wanneer het koud hoort te zijn, net te warm is. Als jij een ijsje haalt en je zit in de zon. Ja, gaat hij smelten. Dan gaat hij smelten. Met alle spullen en dingen die wij willen hebben. Dat stoot zoveel CO2 uit. Weet je wat dat is, CO2? Nee. Jeetje, kan ik dat nou uitleggen? Hoe ziet mijn wereld er dan uit als ik zo oud ben als jij? Wow. Vraag. 17 maart. Stem ik voor onze kinderen. Ik stem. Voor hun toekomst. Op een of andere manier doet dit filmpje mij wel wat. Heb jij dat ook? Dat je echt zoiets hebt van, ergens grijpt het je aan, hè? Enorm, ja. Wat is het eerste wat bij jou opkomt als je het filmpje ziet? Iets herkenbaars. Ik had laatst een gesprek met iemand en die vroeg waarom het voor mij belangrijk was. En een reden voor mij is omdat ik gewoon niet zeker weet of ik nog kinderen wil. En de reden is omdat ik niet weet op wat voor planeet ik ze neerzet. En ik denk dat het filmpje dat heel goed illustreert. Want kinderen hebben vragen en het is gewoon heel moeilijk dat te beantwoorden. Over 40 jaar, hoe ziet de planeet eruit? Ja. Ik denk als we zo doorgaan, niet zo goed. Nee, en dit filmpje past eigenlijk bij het klimaatalarm, hè, wat de 14 maart is. Ja. Waarom is er een klimaatalarm? Het doel is, we willen zo groot mogelijk draagvlak creëren voor een klimaatrechtvaardig beleid. Dat is de core message. Mm-hmm. En het is een heel moeilijk, hè? Klimaat en... Wat zei je nou? Klimaatrechtvaardig beleid. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik vind zelf dat de overheid nogal gefixeerd is op lange termijn plannen. Dus over 50 jaar willen we zus en zo. Mm-hmm. En het moet concreter. Het moet op kortere termijn gewoon wat gedaan worden. Dus ik zou graag in alle partijplannen gewoon zien van, we gaan dit doen om het klimaat te verbeteren. En ik vind dat nu nog te weinig is. We vinden het. Ja, maar goed, ergens denk ik, we doen al zoveel, hè? Zoveel aan het klimaat, we hebben daar ook afspraken over. Is dat niet voldoende? Nee, ik denk ook dat we gewoon, als we voor het klimaat willen gaan, betekent ook dat we sommige dingen op moeten geven. En ik denk dat om ons heen nog te veel mensen toch gewend zijn aan een bepaalde luxe waar ze geen afstand van willen doen. Wat doe jij bijvoorbeeld om wat meer aan het klimaat te denken? Toch aan mijn dieet denken. Ik eet bijvoorbeeld geen vlees meer en ook geen vis. En ik probeer tegenwoordig ook wel steeds meer de veganistische kant op te gaan. Mm-hmm. Wat ik wel zou meegeven is, begin gewoon klein. Dus ik ga nu niet zeggen van, iedereen moet stoppen met vlees eten. Nee. Dat werkt ook niet. Nee, je moet iemand niet per se iets opleggen, maar gewoon doe een keer een vleesvrije maandag. Of maak er misschien vleesvrije maandag, dinsdag, woensdag enzovoort van. Ja. Denk eens bijvoorbeeld aan zonnepanelen of dat soort dingen. Denk gewoon heel erg aan afval scheiden. Je kunt zelf echt veel doen. Nou, het zijn dus hele kleine dingen die eigenlijk naast wat jullie betreft de stemmen op een partij die het klimaat heel hoog in het vaandel heeft staan, ook zelf wat dingen doen. Ja, nee, zeker. Ik wil ook niet de illusie wekken dat je op een bepaalde partij stemt en dat het dan oké is dat je achterover kunt leunen en zeggen van, nou, ik ben hartstikke goed bezig, want er zit echt nog wel zelfverantwoordelijkheid in.
Maar goed, wat gaan jullie doen dan met het klimaat tijdens het klimaatalarm? Het is programma's van 2 tot 3. En van 2 tot 2:30 willen een beetje mensen gaan verzamelen en kijken of dan al iets van kabaal gemaakt kan worden. En dan van 2:30 tot 3:00 is er een audioboodschap. Er zit ook een video bij voor de thuiskijkers. Die wordt afgespeeld. En om 3:00 gaat het klimaatalarm af in 44 steden. Mm-hmm. En het komt erop neer dat we gewoon lekker kabaal gaan maken. Ja. Dus mensen kunnen van alles meenemen van huis uit. Potten, pannen. Ja, precies. Wat je maar hebt om herrie te maken. Ja. Nu is het wel corona. Wat nou als mensen eigenlijk niet de straat op willen of niet met meerdere mensen bij elkaar willen zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Daarvoor is een oplossing gevonden. Namelijk dat je online ook mee kan volgen. Dus dan kun je vanuit je computer, vanaf je computer kun je de audioboodschap met video, zeg maar, beluisteren. En het laat wel zien dat hoe meer mensen het kijken. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon tof natuurlijk, want dat willen we. We willen dat zoveel mogelijk mensen die boodschap gaan kijken. En als mensen dat vanaf thuis doen, kunnen we dat ook zien. En waarom kiezen jullie dan eigenlijk precies de periode net voordat de verkiezingen er zijn? Wat hoop je te bereiken? Ik hoop door het alarm te slaan dat mensen voordat ze het stembusje ingaan, stemhokje, gaan nadenken van, oh, waar stem ik eigenlijk voor? In plaats van, ik heb al die jaren al op die partij gestemd. Laat ik nu voor een partij kiezen die gewoon een klimaatrechtvaardig beleid heeft. Dat is het doel. Toch is daar natuurlijk wel, daar blijft heel veel discussie over. Hè? Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen mobiliseren om iets met het klimaat te doen? Hè? Want je kan wel zeggen, ja, we kijken naar het klimaatalarm. Mm. Maar ik denk dat je meer wil. Ja. Ik zou zeggen, begin klein. Begin gewoon in je kring, in je familiekring. Heb je misschien een oom die gewoon heel gewoon uit een soort van onbewustheid gewoon niet weet wat het überhaupt inhoudt. Ik zou zeggen, ga een keer met die oom in gesprek en zeg wat het inhoudt. En misschien dat je dan toch een klein beetje bewustzijn kunt bijbrengen. Ja, het is op de markt in Culemborg. Moeten mensen zich aanmelden of kunnen ze gewoon met alles? Nee, graag aanmelden. Dat kan via klimaatmars2021.nl. En dus 44 steden doen mee, dus je kunt ook aanmelden echt per stad. En dat is heel fijn, want dan kunnen we ook een beetje bijhouden hoeveel mensen zich al aangemeld hebben. Want we kunnen natuurlijk niet 1000 man op de markt hebben. Nee. Dat kan sowieso niet en normaal niet vanwege corona. Nee. Hoe is het geregeld met de gemeente Culemborg hier? Is daar goed overleg mee? Ja, heel goed overleg. We hebben echt wel, ik bedoel, het is ons recht om te demonstreren, maar we willen het echt heel netjes doen. Dus vandaar dat we het aantal ook echt wel willen beperken, zodat we het corona-wise ook helemaal goed kunnen organiseren. Mm-hmm. En we hebben ook goedkeuring van de gemeente, dus daar is allemaal heel goed overlegd. Ja, dat is belangrijk. Ja, denk ik, vind ik ook, ja. Dus 14 maart van 2 tot 3... op de markt hier in Culemborg. Wel even inschrijven. Waar ook alweer? Graag aanmelden op klimaatmars2021.nl. Ik ben heel benieuwd uiteindelijk wat het op gaat leveren. Mag ik je nu bedanken voor het gesprek? Ja, zeker. Dank je wel.